Hij is, kan nooit echt wachten. Heel nieuwsgierig. Ja, plus het feit dat ik... Huh? Oh, ik word zenuwachtig. Ja, mijn hart zit ook in mijn keel. Oh, godverdamme. Ja, zwarte brief. Niemand, we hebben eigenlijk helemaal niet geroepen. Nee, ik zei het. Normaal is het roepen, maar ja. Is iedereen ook binnen? Ja. Is het, hè? Ja. 2, 4. We staan ver weg eigenlijk. En Katie, je verjaardag dan? Of afscheid, sorry. Verjaardag. Jessie! Hij wist het wel, toch? Ja. Even lipstift erbij. Ja. Ja. Dina saus op mijn jas. Lekker smikkelen, meid. Wat? Het was heel hard. Ik heb nu. Boom! Pak even snel jas. Ja, de deur open, dat zag ik jullie allemaal. Ik heb hem gepakt. Ja, dat zag ik. Vlog bijna uit de bocht, zag je dat? Ja. Oh, Brandon is ook weg, hè? Ja, die ging even snel het jasje pakken. Het was koud. Kom erbij. Oké. De zwarte brief again. Speer als één regel. Yeah. Oh. Beste bewoners. Binnenkort zullen jullie te horen krijgen wanneer Utopia definitief zal stoppen. Mag die wat harder? Ja, dat mag. Binnenkort zullen jullie te horen krijgen wanneer Utopia definitief zal stoppen. Beste bewoners stond er trouwens als eerste. Dan weten jullie hoeveel dagen en nachten jullie nog kunnen genieten van het door jullie gebouwde Utopia. Maar misschien zijn er inwoners die tot aan de finale willen blijven. Eén van jullie krijgt de kans om Utopia vandaag nog vrijwillig te verlaten. En slaapt vanavond lekker thuis. De poort is om 3:00 voor diegene die wil vertrekken open. Succes! Deze keuze is onomkeerbaar en definitief. Maar er hoeft dus niet iemand weg. Nee. Maar er mag maar één iemand. Dus als twee zouden willen, dan... Nee, ik lees hem nog één voor. Eén van jullie krijgt de kans om Utopia vandaag nog vrijwillig te verlaten. Zo. En slaapt vanavond lekker thuis. De poort is om 15:00, dus om 3:00, geopend voor diegene die wil vertrekken. Succes. Let op, deze keuze is onomkeerbaar en definitief. Oké, duidelijk. Wow. Zo. We toch nog gelijk, hè, dat die keer zou komen. Ja, inderdaad. Ja. We dachten bij de gong al. Ik wil wel gezegd hebben, mocht niemand zijn hoofd schieten, weet wel, het is nog maar heel kort, hè. Ja. Dus neem het ook mee in je achterhoofd, wat ik wel gezegd heb. Om 3:00, dus dat is over een kleine 2:00. Ja. Zo. Dit is een beetje een raar moment. Wat nou, ik ga de reis checken voor die aanbrand. We hoeven niet te stemmen. Gaan we nu gewoon wachten en staan we om 3:00 bij de poort? Of gaat iemand eventueel aan de toeter? Ik denk dat het een mooie afspraak is als je wil vertrekken. Dat je dan toetert? Ja. Ik denk ook, vergeet bijna iets. Ja, of dat je om 3:00 bij de poort staat. Niet slim is om te vergeten. Met je spullen. Zo. Dat is apart. Ja. Maar misschien zijn er inwoners die niet tot de finale willen blijven. Ja, dat is een... niet zeggende brief. Een beetje een deceptie. Weer. Ja, ik zei het elke keer. Ik zeg, weet je waarom? Omdat er heel veel te doen is vandaag. Dan ga je lekker ratsch daaroverheen. Dat was vorige week ook met Lexi. Man, die is alweer een week weg, hè? Bizar, hè? Ik wil opeens van, wacht even, ik heb mijn reis staan.
Ja, rennen. Ja, ik mis er nog steeds hoor, Lexi. Kom, kom. Jij ook? Ja. Van mijn gisteren. Ook ze is best wel, ook wel gewoon een sportmotivatie. Ja, maar gewoon haar hele... Ja, aanwezigheid en ja. Gisteren had ik haar wel even nodig.